Welkom weer in een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en vandaag ga ik werken. Van 12:15 tot 17:30. En als het goed is ga ik vandaag de finale van de Masseer kijken, 's avonds uit mijn werk, zeg maar. Met mijn moeder en mijn zusje. En als we dan nog tijd hebben, gaan we ook nog de Witches kijken, de nieuwe van Roald Dahl. Zeg maar, die toen in de bioscoop draaien. Er is wel een oude van, maar ik wilde graag de nieuwe zien, zeg maar. Dus die gaan we dan ook als het goed is kijken. En dat zeg maar. Het is nog maar 6 dagen voordat het kerst is. Ik heb er zoveel zin in. Ja. En eindelijk ben ik volgende week zaterdag een keertje vrij. Gewoon. Dat is echt lang geleden. Dat ik een keer op zaterdag vrij ben geweest. Maar goed, ik ga nu zo lekker ontbijten. En ja, ik denk dat ik zo meteen mijn haar en de staart doe. Maar ik ga zo lekker ontbijten. En misschien nog wel aflevering van de Flash kijken. Ik ben trouwens donderdag begonnen met de serie I Know What You Did Last Summer. Op Prime staat die. Maar ik heb nog maar 1 aflevering gezien. Maar goed, ik ga die gewoon voor boven bewaren, zeg maar. Ik weet niet of mijn ouders hem nog willen zien. En dan als ik dan beneden de serie kijk, dan kijk ik of de Flash. Want dat wil toch niemand zien. Of weer verdeelde wil ook niemand zien. Of zoiets, zeg maar. Goed. Ik heb helemaal te bedenken wat ik volgende week dinsdag en woensdag ga kijken. Omdat ik dan tot 8:30 moet werken, dan moet ik nog naar huis, dan is het ongeveer 8:45. 8:50 en dan wil ik eigenlijk ook nog even iets kijken. Maar dat mag ik vanzelf maar tot 9:30. Tot 9:30 tot 10:00 mag ik dan lezen. Dus dan wordt het waarschijnlijk aflevering Scare Tactics. Dat is toch maar 25 minuten, een half uurtje. Dus ja, weet je, prima. Dan doe ik dat wel gewoon. Dan heb ik tenminste ook nog iets gekeken, zeg maar. En als ik daar geen zin in heb, dan kijk ik gewoon YouTube. En als ik daar ook geen zin in heb, ga ik wel gewoon op tijd lezen. En ik weet ook niet hoe moe ik ben, zeg maar. Want ik heb die dag ook gewoon stage. Dus ja, ik ga van mijn week gewoon naar stage maandag, dinsdag, woensdag. En donderdag heb ik gewoon de school. Vrijdag ben ik vrij. Dan heb ik een keer 2 dagen aan elkaar vrij. En dan zondag, volgende week, moet ik ook weer werken. De tweede kerstdag. Maar goed, krijg ik dubbel uitbetaald. Echt dubbel. Want het is en de feestdag en het is een zondag. Dus je hoort mij niet klagen. Maar goed. Ik zie jullie later weer. Ik weet niet wat voor vlog het gaat worden. Misschien is dit wel het langste wat ik tot nu toe ga filmen. Ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, ik zie jullie later wel weer. En ja, tot dan. Ik ben klaar met tv kijken. Ik heb de Masked Singer finale gekeken. Ik zal niet spoilen voor degenen die het nog moeten terugkijken. Maar oh, wat was het goed. Het was echt een kapot goede finale, zeg maar. Er zaten echt goede mensen tussen. Ja, jammer dat de Farao en de Stier er niet aan meededen. Er niet meer in zaten. Maar goed, ik ga ervan uit dat je dat al wel gezien hebt. Dat die eruit liggen. En anders sorry voor de spoiler. Maar goed, ik zal verder niks spoilen over de finale. Want het was wel echt leuk als je het zelf kon kijken, zeg maar. Wie er gewonnen heeft en wie erin zat, zeg maar. Dus dat is wel leuk als je het zelf ziet. Voor de rest heb ik ook The Witches gekeken. Dat zat op Prime. Dat was een film gebaseerd op het boek van Roald Dahl. Ja, ik vond het wel een leuke film, daar niet van hoor. Maar ik vond het een beetje langdradig. Maar voor de rest vond ik het een goede film. En bij deze wil ik ook graag de vlog afsluiten. Ik zie jullie morgen met een nieuwe vlogmes. Morgen ga ik weer werken. Dus ik weet niet wat voor vlog dat zou worden. Ik heb geen idee. Maar goed, ik neem jullie weer gewoon lekker mee. En nou ja, tot de volgende. En ik heb cadeautjes van Sinterklaas niet meer laten zien. Sinterkerst niet meer laten zien. Omdat ik dat in mijn algemene video wilde doen. Dus ik dacht, zal ik het laten zien in mijn vlog. Maar dat wil ik wel echt graag in mijn algemene kerstcadeaus die ik gekregen heb laten zien. En voor de rest heb ik ook mijn kerstpakket van de Mako niet gefilmd, want dat stelt echt niks voor. Het enige wat wel leuk is, is dat ik een inlogboekje kreeg met inlogcode erin, waar ik zelf iets wil uitzoeken. En ik heb daar dus Wingspan voor gekozen. Dus als hij binnen is, zou je dat zien op mijn Instagram of het is nog in mijn vlogmas. Ik weet niet precies wanneer hij binnenkomt, maar jullie zien het wel zien. En hij komt sowieso ook in mijn gekregen kerstcadeaus, want dat heb ik officieel dan ook gekregen. Maar kerstpakket ga ik niet laten zien, want dat is echt, het stelt gewoon niks voor. Er zaten 4 dingetjes in. En ik mag niet ondankbaar zijn. Maar eerlijk, wat heb ik? Ja, ik heb zelf niks met rijst. Met curry, pasta, met kruiden. Het enige wat ik zelf kan gebruiken is thee. Maar dat zag er een beetje bijzonder uit. Maar goed,
Weet je, ik ben niet ondankbaar. Ik ben er blij mee. We kunnen er vast thuis wel iets mee. Maar goed, ik zelf kan er niet zoveel mee. Maar goed, doei.